Nou, welkom allemaal. We gaan weer wat heerlijks maken bij Vegan Today televisie. We maken een rode koolstoofpot met appel en rozijn. Een heerlijke herfstschotel. Lekker Hollandse aardappels erbij. En hele lekkere pittige worstjes. Geweldig. Dus, dat gaan we doen. Super. En vandaag beginnen twee gasten met ons. Twee erg bijzondere mensen. Dat ook veel betekent voor onze maatschappij en voor de wereld. Dat is Maartje Leen. En... Tobio. Dat moet ik goed onthouden. Dat is een moeilijke naam. Nou, maar echt mooi. Dat zeg ik. Dus vertel, wat jullie zijn van Pink. En Pink is een deel van, ja, vertel jullie met jullie woorden, omdat ik ga verkiezen zeggen. Oké. Ja, Pink is de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Mm-hmm. Dus iedere politieke partij in Nederland heeft ook een politieke jongerenorganisatie. Okay. En Pink is dan die van de Partij voor de Dieren. Dus wij zijn voor leden van 14 tot en met 28 jaar oud. Eigenlijk mag je zelfs tot je 30ste lid blijven. Aha. En we proberen jongeren dus politiek actief te krijgen op onderwerpen zoals dieren, milieu en natuur. Geweldig. Vooral. Zo vanaf 14 jaar oud kan je lid zijn. Ja. Super. Dat voor jullie thuis, dat weten jullie dat dat kan. Dat is veel, veel jongens we zeggen, hé, dat lijkt me iets. Dus wat doen ze? Ze worden lid en daarna Mensen kunnen op heel veel verschillende manieren kunnen zij actief zijn bij de partij. Sommigen die zijn echt bezig met dingen als debat voeren. Mm-hmm. Maar we zijn ook actiepartij. Dat betekent, wij zijn dus met dingen als protesten zijn we bezig. We sluiten ons aan bij protesten van anderen. Soms organiseren wij zelf protestacties. Zoals wij laatst nog in Den Haag hebben gedaan. Dat is vrij groot. Dat is nog in het nationaal nieuws gekomen. Vertel. Ja, nou ja, dat was geïnspireerd door onze grote vriend Greta uit Zweden. Aha. Die op zeker moment op schoolstaking is gegaan. 15-jarige meisje die 3 weken niet naar school is gegaan in Zweden. Als protest om de politici te vragen om meer aandacht voor het klimaat en klimaatverandering. Gek. Super. En in navolging daarvan hebben wij ook scholieren opgeroepen om dat te doen. En zijn inderdaad leden van Pink en ook vervolgens breder getrokken mensen. Die zijn allemaal naar Den Haag getrokken. Hebben ook een schoolstaking gedaan. Hoe lang hebben we dat ongeveer volgehouden? Ook 3 weken. Ja. Jeetje, trots van jullie. En daar zijn we inderdaad nationaal in nieuws mee gekomen. Jeugdjournaal bijvoorbeeld. Ja, maar ja ook, dat is wel leuk. Ja, dat was ontzettend interessant. Maar ja, we proberen op allerlei lagen actief te zijn. Het is natuurlijk heel mooi als we zoiets nationaals doen. Ja. Maar we hebben ook allerlei lokale afdelingen. En lokale afdelingen die zijn ook betrokken bij lokale projecten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld... hier in Noord-Holland zijn wij bezig met strijden voor het behoud van de biologische boerderij Boterbloem. Geweldig. Maar ook in Zuid-Holland gebeurt natuurlijk erg veel. Ja, een paar keer meegeholpen met zaaidagen, ook samen met de pollinators. Ja. Dus inzetten voor bijen en bestuivers. Geweldig project dan. Ja. Maar ik zit zelf in het landelijk bestuur van Pink, dus ik hou me vooral bezig met de communicatie tussen alle verschillende afdelingen en de sociale media en de nieuwsbrieven. Dat soort lijkt me een superleuke ding, omdat je bent aan de hoogte van absoluut alles. Ja. En je weet het en je kan ook met de mensen vertellen wat er gebeurt. Ja. Ja, super. Vinden jullie het leuk om misschien aardappels te schillen? Ja. Het moet wel lukken, hè? Dat heb ik wel eens eerder gedaan. Nou, je kan... laat maar zien. Ik ben hier niet goed in. Misschien kan ik dan meteen even vertellen wat we allemaal, hoe we het gaan doen. Ja, de mensen thuis die krijgen een mooie doos met alles precies in de goede proporties. Mm-hmm. Dus thuis is het helemaal makkelijk. Ik heb rode kool even in stukjes gesneden. Daar heb ik al rozijntjes bij gedaan, 2 laurierbladeren. En dat staat nu te pruttelen. Dus dat moet lang koken, dat alle smaken lekker erin gaan. We hebben nog wat appel gaat er zo bij. Een beetje kaneel. En dan binden we het straks in met een beetje maizena. In dat pannetje gaan we dan aardappels koken, dus echt Hollandse stijl, zeg maar. En dan aan het eind ga ik nog eventjes de worstjes bakken in een pannetje. En dan hebben we mosterddip voor bij de worstjes. Dus dat zijn alle stappen die we gaan doen.
Okay. En alles plantaardig. Ja. Dat jullie zijn bezig met natuurlijk een betere toekomst voor iedereen te creëren. Mm-hmm. Dat willen we ook graag. Mm-hmm. En dat beginnen met je gezondheid, maar ook met een betere klimaat, een beter milieu, een betere aanpassen voor onze moeder aarde. En het is gezien dat dierlijk eten een groot impact in mm-hmm. de planeet. Ja. Dus daarom proberen wij makkelijk voor iedereen maken de stap om, niet om veganisten te worden, dat kan, graag, maar gewoon als we willen een paar dagen per week, gewoon een beetje, 3 dagen of wat ze maar willen, plantaardig te eten, dat ze missen ook niet. Je geeft worstjes, je geeft mayo, je geeft alles. Ja, tegenwoordig heb je echt zulke lekkere vervangers. Mm-hmm. We reden door Duitsland, of op terugweg van vakantie naar huis, en dan hadden ze een soort bifi. Dat zijn van die soort salami-worstjes als snack. Die hebben ze nu ook veganistisch en die zijn echt zo lekker. Dus hebben ze allemaal ingekocht en thuis eten we af en toe zo'n worstje. Ze delen op de pizza en andere dingen. Dat is echt super lekker. Dus we moeten kijken of die ook kunnen. Eigenlijk wilde ik die hier bij deze maaltijd. Dus ja. We moeten even de goede leverancier vinden en dan kunnen we echt die worstjes hierbij doen. Dat is echt super lekker. Ja, dat is de bedoeling. Dat jullie thuis kunnen krijgen ook dingen dat normaal jullie kunnen niet vinden in een supermarkt. Dat is een beetje bijzonder. Dus dat gaat daarover. Hm. Want vanmorgen hadden we dus oesterzwammen en die komen hier van Amsterdam-West. Dus daar is een hele grote tuin. Hm. En er komt allemaal fruit vandaan en groenten en zo. Dus dat is ook wel heel mooi inderdaad. Ja, precies. Het zijn echt leuke projecten ook voor middeloesten zijn. Dingetjes lokaal te groeien. Mm-hmm. En dus ja, dat weten jullie ook veel over lokale projecten. Ja, zeker. Maar terug naar de acties en zo, dat misschien zijn ouders aan te luisteren ook, aan te kijken, dat zeggen, nou ja, mijn kind zou graag willen doen aan acties, maar die vinden ze zo eng. Hmm. En dat vind ik ook met mijn ouders gehad toen. En ja, wat jullie doen is gewoon legaal. Ja. Want dat is toch, wat ik bedoel is, geen protesten, komt de politie op jullie opruimen en zo. Dus, tot nu toe niet. Nee, precies. Ik heb ook ik heb wel gemerkt dat veel leden binnen Pink het wel spannend vonden om actie te gaan voeren. Okay. Dus ik had ook het initiatief genomen om al 2 keer een actie-excursie te organiseren. Dus dan maak ik het wat aantrekkelijker en wat minder spannend. Dus dan gaan we met een hele grote groep mensen spreken we ergens af in een stad, ergens in het land. En dan hebben we een actie gepland voor de dag. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook een toeristische activiteit of iets leuks en lekker uit eten samen. En dan, vinden mensen het minder spannend als je het dan echt met z'n allen gaat doen. Ja, precies. Want ook al is het geen illegale actie, het kan nog steeds heel spannend zijn. Ja, gewoon, die adrenaline gewoon naar boven. Ja. Meestal bestaan onze acties gewoon uit mensen aanspreken op straat en in gesprek gaan over een bepaald onderwerp. Maar zeker als je dat nog nooit hebt gedaan, is dat heel spannend. Ja, dat is echt van... Maar je maakt eigenlijk ook gewoon gebruik van het recht om te demonstreren. Precies. Iedereen mag demonstreren. Het gaat er vooral om of het dan voor alles volgens de regels gaat. Als je gewoon aan de wet houdt, dan mag iedereen demonstreren. Ja. Op zich wel. Maar veel jongeren bij Pink hebben dat dan nog nooit gedaan. Dus dat is wel even moeilijk om die eerste stap te zetten. Om op iemand af te stappen op straat en te beginnen over plantaardig eten bijvoorbeeld. Ja. En jullie leggen dan uit wat een demonstratie inhoudt. En dan weten zij wat ze kunnen verwachten, zeg maar. Zoiets. Tijdens die actie-excursies, dat waren... Dan hebben we wel van tevoren even een briefing en dan leggen we uit wat het onderwerp is en wat we gaan doen en wat het doel is. Maar wat je rechten en zo zijn, dat kwam wel een beetje naar voren bij die klimaatstaking. Want toen kwam de politie af en toe van nee, jullie mogen hier niet staan, jullie moeten daar staan. En dan kwamen de mensen naar ons toe van nee, jullie mogen staan waar jullie willen. We gingen weer terug naar de politie van we hebben gehoord dat we mogen staan waar we willen. Oh. Zegt de politie weer zo nee, terug. Het is wel heel goed om je rechten te weten in dat soort gevallen. Maar precies. Dat zouden we misschien nog wat meer kunnen doen. Echt heel goed kunnen uitzoeken wat... Maar het is een soort training. Ik ben ook activiste voor Greenpeace. En dan krijgen we een heel uitgebreide weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag. Waar je doet van alles en nog meer. Van rechten te weten, maar ook kalm blijven als mensen jou niet leuk vinden. En gaan dingen doen. Blokkeren, goed blokkeren in een effectieve manier. Dat Instagram je weet afbreken. Ja, van alles. Ja. En is echt intensief. We willen ook bootjes high speed te gaan en springen van boot naar boot. Dus dat is een beetje te, maar misschien een lichtere versie. Maar inderdaad, en er zijn ook inderdaad groepen die specifiek dit soort actietrainingen geven. Waarom? Dus, ik heb ze zelf wel gehad. Oké. Dus je bent niet bang voor de... Ik ben niet een doorgewinterde activist hoor, maar ik ben wel iets ervaren. Oh, te gek.
dat ik herinner, we waren nog samen, ook met Pink, in Den Haag. Oh ja. Mm-hmm. En daar waren wij aan te protesteren voor de stierenvechtsubsidie. Ik weet niet als jullie het thuis weten, maar een deel van de taxes van de Nederlanders gaat ook om te betalen de bullfighting in Spanje. De Nederlandse belasting gaat naar stierenvechten in Spanje. Ja, via Europa, ja. Ja, via Europa. Okay. Europa geeft geld naar Spanje voor de weeghouderij. Voor wee en zo. Ja. Mm-hmm. En een deel doen ze voor de stierenvechten. Landbouwbelasting. Ja. En dan doen ze voor de stierenvechten. Maar volgens was het Anja Hazekamp niet gelukt om daar een einde aan te maken? Of komt daar niet een einde aan al? Ze zijn bezig. Dat is de laatste nieuws dat ik heb. Ze zijn bezig om dat te stoppen. En blijven subsidie wel geven voor wat moet, maar niet voor feiten. Dat is iets schroevelen. Ja. Dus en dat waren wij voor de Tweede Kamer in een grote groep met een soort foto van een boel. En dat deden wij half ons gezicht met een boel, half ons eigen gezicht. En daar waren we samen. Oh ja, oké, leuk. Dat heb ik ook meerleden van Pink ontmoet. En het is super leuk omdat je ziet jonge mensen met al de passie. Jullie vechten, ik bedoel, is jullie toekomst. Ja. Ik bedoel, is de toekomst van iedereen, maar jullie hebben nog en jullie kinderen en zo moeten ook een goede wereld krijgen. Mm-hmm. Dus als we niet beginnen nu, wanneer dan? Ja. Nou, we kunnen precies met het eten doen, hè? Vegan today. Geef niet aan ons te doen. Nou, wat ik nog even wil vertellen is, dit staat lekker te pruttelen. Dus ik heb de appel er nog bij gedaan, een beetje zout, want zout brengt de smaak naar boven. Dus dan wordt het ook weer wat zoeter door de rozijnen en de appeltjes. Maar de kleur is ook te gek. Ja, het is echt een mooi herfstgerecht. En dan heb ik aardappeltjes in het water gedaan en ik gebruik altijd een beetje zout in het water. En dat moet je bij granen ook doen en bij groenten, want dan zout zorgt dat de smaak in de groente blijft. Dus zo blijven alle voedingsstoffen blijven beter in de aardappel. Dus, of bij de rijst of bij de groenten. Ja. Dus dan ga ik zo nog even de worstjes bakken en de maizena bij de saus doen en dan is het bijna klaar. Ga je de worstjes bakken of zullen onze gasten de worstjes bakken? Mag ook, ja. Jullie met de worstjes bakken? Ja hoor, wil je dat doen? Nou, en vertel, wat zijn de volgende komende activiteiten dat jullie hebben ingepland en wat gaat nog gebeuren? Ik kan gebruiken. Wat gaat gebeuren? Nou, op lokaal niveau heb ik in elk geval, daar kan ik vrij veel over vertellen, omdat ik dus als bestuurder bij Noord-Holland actief ben. Op lokaal niveau gaan wij zeker verder met de strijd voor de boterbloem, voor de boerderij. Daar zijn we al betrokken bij geweest en wij gaan daar echt mee door en daar proberen we ook... Wat precies gebeurt daar? Wat is de... Die biologische boerderij die staat op grond en die grond die wil... Die is de eigenaar van die grond, dat is een groep van Schiphol. Aha, oei. En die groep die wil die grond eigenlijk leeg hebben om daar een bedrijf neer te zetten. Bedrijf dat dan wordt dan heel mooi in de bestemmingsplannen gezet dat het circulair moet zijn. Mm. Want dat hele bedrijventerrein is circulair. Er staat ook gewoon een hele mooie McDonald's. Als je een McDonald's circulair weet te krijgen, nou... Dan heb je wel echt iets voor elkaar gekregen. Dus, daar willen ze dus praktisch de laatste echt biologische boerderij van binnen Amsterdam. En dus ook gewoon echt goed vruchtbare grond maak je dan. Je stoppen gewoon de broeivigheid en dat je maakt dan. Ja, precies. En het erge hiervan is ook, en dat maakt voor ons ook iets op waardoor wij mensen kunnen aanspreken. Het is de Schipholgroep. En die Schipholgroep, wie heeft daar aandelen in voor een groot deel? De gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland. Dus dit is dus ook een politieke beslissing. Juist. Die politiek genomen kan worden, of waar politiek ook over gezegd kan worden, nee, dat gaan we dus niet doen. En dat is nu, in Amsterdam is dat een significant. We hebben het huidige college van wethouders en burgemeester heeft gezegd
Wij zijn het groenste college van Amsterdam ooit. Ja. Nou ja, en als je dan vervolgens vruchtbare grond afsluit dan ben je in ieder geval niet mee bezig. Nee. Nee. Dus dat zijn we op lokaal niveau aan het doen. Maar we hebben ook debatavonden waar we mee bezig zijn. Ook landelijk zijn we met debatten bezig. En ook gaan we heel veel in gesprek met andere politieke jongerenorganisaties. Dat is zo belangrijk toch, omdat dat samen zijn jullie stukken. Precies. Het is altijd goed om ideeën uit te wisselen. Ja. En, je blijft bij je idealen. Ja. Natuurlijk. Ja. Maar je weet ook niet alles van iedereen. Je weet niet van iedereen de situatie. Dus je moet altijd, je visie moet zo breed mogelijk blijven hierin. Ja, en dat is ook mooi, omdat dat is ook respect voor die anderen. En dan leren we van elkaar. Ja. Hebben wij landelijk nog iets moois staan, Marjolein? Waarom heb je terug met het congres? Congres, ja. Ja. Okay. Maar er komt ook een thematour aan. Mm-hmm. Er gaan alle afdelingen, alle provincies in het land, die gaan een evenement organiseren over een bepaald thema. En dan gaan we daar lezingen en leuke interessante avonden omheen organiseren waar jongeren kunnen samenkomen om daarover te leren en te discussiëren. Ja, super interessant. Dankjewel, is goed zo. Ja. Ah, dankjewel. Maar het lijkt me super interessant wat jullie doen. Als mensen zijn aan te kijken en jongeren zeggen, ja, ik wil graag lid worden, ik wil een deel van zijn. Of ouders zijn aan te kijken en zeggen, hey, dit is iets voor mijn kind. Mm-hmm. Wat moeten ze? Hoe kunnen ze jou bereiken? Natuurlijk via onze site ook, is vermeld jullie site, maar wat is de makkelijkste? Ze kunnen sowieso op onze sociale media kijken, om te kijken wat we allemaal doen en of ze het leuk vinden. Maar lid worden, dat kan inderdaad via de website. Oké. En social media is gewoon Pink. Oh, vaak is het Pink Politiek. Pink dus Politiek. Op Facebook zijn we Pink Politiek en op Instagram Pink Politiek. Ja. En op Twitter. En dan kunnen we contact nemen en dan kunnen we ook meedoen aan alle activiteiten die jullie doen. En, Je kan ook eerst naar een activiteit komen voordat je bepaalt allemaal iets meer. Ja, precies. Dan ben je meer in bel. Dat nog beter. Dus dit lijkt me echt te gek. Ja, en sociaal en leuk. Ja. Omdat je ontmoet veel mensen en dat een beetje zelfbestemd zijn, denk ik. Ja, en het is natuurlijk ook, we hebben het nu over al die acties en we hebben het over inderdaad echt heel politieke dingen. Maar we gaan ook wel eens gewoon voor een drankje of gaan ook af en toe gewoon uit eten. Want het is ook heel belangrijk om die sociale binding te hebben met elkaar. En dat is wat ik merk van jullie, jullie zijn een politieke partij, dus een groep van politieke partij. Mm-hmm. Maar echt de warmte van de mens. Ja. Jullie waarderen wel de individualiteit van iedereen. Ik bedoel, ik ken je meer, ik ken je nu pas. Maar wie zijn jullie? Wie is die andere? En dat maakt het zo mooi. Ja. Dat is denk ik de wereld dat we op willen hebben. Want we zijn een groep, maar wie is in de groep? Welke, Ja, precies. Ja, als we met z'n allen een betere wereld willen creëren. En een betere wereld voor iedereen willen creëren. Dan moeten we dat ook met iedereen doen. Ja. Daar hebben we dus ook iedereen voor nodig en daarvoor moeten we ook naar iedereen luisteren. Ja. En dan moeten we kunnen optrekken. Ja. Om uiteindelijk het voor iedereen beter te maken. Ja. En wie wil dat niet? We zeggen nee, een slechte wereld. dat begrijp ik het niet. Dus, nee, we gaan allemaal in dezelfde richting, maar ja. En dit is bijna klaar. Mm-hmm. Ja. Maar die wil nog vragen stellen van wat is de moeilijkste actie of die dat jullie hebben tegengekomen? Iets dat jullie denken van, dat kan niet, dat ben ik tegen een muur en is niets te veranderen en een moeilijk moment. Ik ben wel in zulke mate een idealist dat ik eigenlijk nergens een muur zie waarvan ik denk van hier komen we niet tegenop. Geweldig. Alle maatschappelijke veranderingen die ik graag zou willen zien, die zie ik ook al in kleine mate gebeuren. En ik denk dat die ook verder te stimuleren zijn. Geweldig. Maar ik vind dat echt te gek. Van, er is geen muur voor jou nergens. Alles kan. Hm. Ja, praktisch. I love it. En voor jou, Marjolein? Nee, ik weet even geen muren. Nee, Pink is voor ons ook gewoon een plek om te trainen in wat we doen en beter te worden. Ik bedoel, er zitten ook veel jongeren die later misschien politicus willen worden. Of die later misschien wel activist willen worden. Of misschien
persschrijver of iets. En ja. Pink is gewoon een plek voor jongeren om dat te oefenen. Ja. En daar goed in te worden en van elkaar te leren. En dan uiteindelijk ons in te zetten voor het goede doel. Geweldig. Want tenslotte horen iedereen is welkom. Ja. Van elke background, van elke ideeën. En ideeën bedoel ik om een toekomst. Dus je moet wel een dierenvriend zijn. Ja, dat graag. En onder de 28, hè? Ja. Nee, ja. Geweldig. Dat jullie zijn gek op dieren, denk ik. Toch? Nou, intussen hebben we een bord gemaakt. Prachtig. Ik blijf denken, de kleur is geweldig. Ik heb nog als laatste nog even soja yoghurt en gemengd met een beetje scherpe mosterd. Mm. En dat kun je dan lekker bij de worstjes eten. Dus iets smakelijk allemaal. Prachtig. Eet smakelijk. Ja.